Gedreven door passie combineert Jules de Strooper, een koloniaal handelaar, de allerbeste kruiden die hij uit Afrika en het Verre Oosten importeert. Met de meest exclusieve natuurlijke ingrediënten heeft hij een uiterst unieke smaak aan zijn amandelbrood. Een delicaat koekje dat nog vele fijnproevers over de hele wereld zal behagen. Zo wordt in 1886 de biscuiterie Jules de Strooper opgericht. Gedreven door het succes van zijn amandelbrood en zijn natuurlijk talent, ontwikkelt Jules de Strooper zijn eigen recept van een traditionele Belgische boterwafel. De twee zijn het heerlijk resultaat van de Stroopers doorgedreven wil om de beste biscuitspecialiteiten te maken op basis van echte hoevenboter, verse eieren, bloem en suiker. Worden de boterwafels met succes gelanceerd op de Belgische markt. Biscuiterie Jules de Strooper is door de jaren heen niet ontsnapt aan een verregaande industrialisering. De moderne, computergestuurde machines garanderen dan wel een optimale productiviteit, kwaliteit en hygiëne. Maar de originele recepten van destijds zullen nooit veranderen. Wat je vandaag proeft, moet ook Jules de Strooper geproefd hebben. De onderneming is, net als toen, een volledig onafhankelijk bedrijf. Jules de Strooper telt twee productievestigingen, Lo en Yper. Hoe worden de natuurboterwafels nu precies gemaakt? Grote blokken echte hoevenboter worden in een deegtrog geplaatst. De trog gaat dicht en wordt met bloem, suiker, verse eieren en een geheime kruidenmengeling aangevuld. Na het kneden wordt het deeg uit de trog gekiept in containers. Het deeg moet nu één nacht rusten om vast te worden. Daarna wordt het deeg verder verwerkt. De containers worden automatisch overgeheveld in een verdeelbak. Vormcilinder verdeelt het deeg in de juiste portie op een transportband. De porties deeg worden afgezet op de onderste bakplaat. Een bovenbakplaat duwt het deeg in de voorgevormde gietijzerwafelplaten. De natuurboterwafels verdwijnen in de oven. In het proces verlaten de wafeltjes de oventunnel en koelen af onder luchtblazers. Regelmatige tijdstippen worden ook het gewicht en de afmetingen gecontroleerd. In het lab worden ook steeds intensievere tests uitgevoerd. De wafeltjes worden door een volautomatische robot opgeraapt en in een blister gelegd. Daarna worden de gevulde blisters machinaal gefoild en luchtdicht verpakt. Op die manier verlengt de houdbaarheid van deze natuurlijke en bij gevolg delicate koekjes.
koekjes zonder chocolade worden begast met CO2. Door die verpakkingsmethode kunnen fijnproevers in de hele wereld genieten van de unieke versheid, de typische authentieke smaak en de knapperigheid van de originele Jules de Strooper biscuits. De alupacks worden automatisch in de doos geschoven en die wordt dichtgelijmd. De dozen worden manueel in een transportdoos verpakt en op paletten opgeslagen voor stockage of getransporteerd. Het amandelbrood wordt op ongeveer dezelfde manier gemaakt. Het deeg van het amandelbrood wordt niet in een container aangevoerd, maar in lange, smalle deegstroken. De deegstroken worden stuk voor stuk in een snijmachine ingevoerd die telkens dunne plakjes deeg afsnijdt. Andere koekjes uit het assortiment worden op verschillende manieren afgewerkt met chocolade. Het productgamma werd doorheen de jaren uiteraard fors uitgebreid. De biscuits worden nog steeds gebakken volgens het geheime familierecept zoals het werd ontwikkeld door Jules de Strooper in 1886. De koekjes zijn vrij van artificiële kleur, smaak en bewaarstoffen en zijn gemaakt op basis van echte hoeveboter, verse eieren, bloem en suiker. Op de voedingsbeurs in Parijs ontvangt de Strooper in 1911 de prestigieuze gouden medaille voor zijn amandelbrood. Verschillende andere nationale en internationale prijzen volgen elkaar snel op. In 1999 wordt biscuiterie Jules de Strooper officieel benoemd tot hofleverancier van het Belgische Koningshuis. Plezier kent geen grenzen. Daarom worden de koekjes van Jules de Strooper in meer dan 75 landen geproefd en gesmaakt. Van Harrods in Londen tot Saks op Fifth Avenue in New York. In de beste delicatessenzaken van Martinique, Taiwan, Puerto Rico en zelfs Australië. De koekjes van Jules de Strooper worden al meer dan 125 jaar gesmaakt in binnen- en buitenland. Dat komt dankzij de authenticiteit en het artisanaal karakter van zijn unieke producten op basis van echte boter, gemaakt met de beste en meest verfijnde ingrediënten, zonder kunstmatige bewaar-, kleur- of smaakstoffen.